Ja, mijn vader was een stuk wat door. En jongs, van jongs af aan is soms een keer mee naar het werk. En dan zo begint dat. En op je 15 jaar kies je dan om niet meer naar school te gaan. Allee, één dag in de week. Nu vandaag ben ik bezig aan mijn praktijkexamen, mijn C-proef. Als ik hier door ben, dan heb ik onmiddellijk mijn diploma voor stucadoor. Als ik daar door ben, kan ik bij mijn vader gaan werken. En binnen enkele jaren de firma overnemen, hopelijk. Als mijn pa wat ouder wordt en ik kan het werk niet meer aan, is er toch iemand die ik moet overnemen. Hè? Als je uit leertijd komt, is zij daar perfect geschikt voor. Wat mij daarin boeit is, wij maken scheve en kromme muren. Mooi recht, mooi wit, mooi glad. Ik vind leertijd specifiek leuk omdat ik kan gaan werken en niet heel in de klas zitten en iedere dag 8 uur in de les. En dat is niet zo leuk. Het is zeer vermoeiend. Als je s'avonds thuis komt, heb je veel voldoening. En als je in je bed kruipt, zit je tenminste vroeg en weet je dat je wat gedaan hebt overdag. Hier kun je amuseren en wat praten met de mensen, sociaal zijn en gaan werken. En je leert veel bij. Ze zijn mijn werk aan het controleren, of dat mooi recht is. En, mooi